What is up, everyone? Welcome back to another video. Today we're going to be checking out what are Dutch people like. I did hear very different things about Dutch people, so it'll be interesting listening to these guys. I'm guessing it's like interviews here, as I see here in these short clips. It's all interviews, so we're gonna see from their perspective how they think they are, I guess. So yeah, let's get right into it and see what Dutch people are like. Let's get it, boys and girls. Friendly, welcoming, down to earth. Yeah. But the directness is something to get used to. Directness. Directness is something I've heard about so much with Dutch people. Like, when they say something, they actually mean it, you know? Crazy. Eerlijke en nuchtere mensen, denk ik. Wall Street interview starting in. Hoe zijn Nederlanders in vergelijking met mensen uit andere landen? Ik denk dat wij als Nederlanders best wel eigenwijs zijn. We weten het bijna altijd wel beter. Dat zag je ook wel, denk ik, aan het begin van de pandemie. Alle landen om ons heen die deden het anders en wij moesten het op onze eigen manier doen. Alle landen om ons heen gingen dan bijvoorbeeld in lockdown. Ja. En nou, wij waren de intelligente Nederlanders die dat allemaal niet hoefden. Oh ja, de intelligente lockdown. Ja, de intelligente lockdown, precies. Ja, ja. Maar op het begin waren we het er wel mee eens. Wij dachten, ja, beter. Wij weten het beter. Well, in my experience, I can say that Dutch people are very friendly. Okay. German people not always, but okay. I think compared to Germany, they are very friendly people. And very helpful, and just nice people overall. No bad experience whatsoever. Okay. Wat zijn de karakteristieken van Nederlanders ten opzichte van mensen uit de rest van de wereld? Wat is jullie ervaring daarmee? Nederlanders hebben een koud hart. Okay. En in welke zin? Kan je een voorbeeld geven? Cold heart. Nooit bij iemand thuis uitgenodigd. Met welke landen vergelijk je dat dan? Ja, ik denk Zuid-Europese landen, islamitische landen, waar je voor de thee uitgenodigd wordt, voor het eten en voor het slapen. En dan heb je het vooral over iemand die je net ontmoet hebt en die je dan zomaar uitnodigt. Ja, 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 dat zou je hier niet zien. Ik werk in Amsterdam met internationale mensen. Okay. En ik zie daar toch duidelijk wel een verschil in openheid, in omgang. Ja. En dat verbaast ons ook steeds. Ik ben half Nederlands, half Iers in Duitsland geboren. Ik zou zeggen dat Nederlanders heel individueel zijn. Dus ze denken uit hunzelf, ze hebben hun eigen identiteit. En That's dat is voor hen ook heel belangrijk. En in andere landen, zoals Ierland, is het meer van hoe pas je bij Ierse cultuur? En hier doe je het zo en je moet je aanpassen. Ik denk altijd van Nederlanders zijn best wel iets arrogant. Arrogant. Oh, okay. I heard that one before. Trots misschien. Een beetje zelf ingenomen. Ja, dat vind ik wel. Als negatief, hè? Maar dat is een beetje yin-yang, weet je wel. Dat is het leuke ook. Een beetje gebalanceerd perspectief. Hoe zijn Nederlanders in het algemeen? Ik denk dat Nederlanders, vooral als het aankomt op nationaliteit, dat je dan heel erg merkt dat Nederlands een stuk meer bij mezelf zijn. Want ik ben bijvoorbeeld zelf half Servisch en half Italiaans. En dat zijn hele open culturen die heel veel met elkaar delen. So like a lone wolf, I would say. En ik merk dat Nederlanders dan weer, het heeft ook een beetje met gierigheid te maken, denk ik. De Nederlanders zijn daar wat minder uitbundiger in. Meer uitbundig in het sociale, maar ook in het geld uitgeven. Dus, allebei, Wij hebben alles, maar wij houden het ook heel erg voor onszelf. Ja. Terwijl er zijn ook heel veel mensen die weinig hebben, maar dat wat ze hebben met anderen delen, zeg maar, in de wereld. Ja. En ik vind dat wij dat eigenlijk heel weinig doen. I think the Dutch people are very direct, are very blunt. Many people said this, so I'm guessing it's true. I've lived in a lot of different countries and I've found the Dutch to be one of the more welcoming people that I've come across. How about you? Do you have anything to add? No, I am Dutch, of course. So, no, but I think if I see how she is doing conversations in English, they are so much more polite, while we as Dutch people don't think and just throw it out, and because then that's the quickest way to get your end goal. Then the benefit of being with the Dutch is that you know exactly where you stand. Yeah. There's no confusion. Do they really mean this when they say this? The Dutch, they say what they mean. So sometimes then I had to say to you from, oh no, they don't mean it that way, because you thought it's like almost
it's so insulting. Angry, yeah, but it's not. Wat vinden jullie van Nederlanders in vergelijking met mensen uit andere landen? Ik vind dat we open-minded zijn eigenlijk. Open-minded. Ja. Ja. Ik denk dat we een beetje ongenuanceerd zijn in onze uitspraken. We zijn best wel redelijk recht door zee. Straightforward. Dus we hebben best ook wel een mening. Maar goed, ja. Maar dat kan je wel over de hele wereld kan er wel wat van zeggen. Alleen wij spreken het eerder uit, denk ik, dan dat, dat er veel landen om ons heen dat doen. Wat ik ook wel weer leuk vind is what you see is what you get. Zo van... What you see is what you get. Amerikanen bijvoorbeeld. Ja, ik snap wat je bedoelt. Leggen, een masker voor en van oh, wat zijn we allemaal gezellig en dat hoeft nou ook weer niet. Ja. Ik vind ook wel heel fijn die nuchterheid en dat vind ik ook wel vrij Nederlands. Okay. Ja, ik snap wat je bedoelt. Ja. Dan weet je meer waar je aan toe bent. Weet je waar je aan toe bent, ja. Ik denk dat we onze talen wel goed op orde hebben. De meeste Nederlanders spreken Engels. Ja. Ja. En vaak ook nog wel eens Frans en Duits. Okay. Dus en, als ik, wij hebben best wel veel buitenlandse vrienden. En die benoemen dat ook altijd. Dat wij Nederlanders goed onze talen beheersen. Ja. Ja. En ik denk dat dat en, ook... En daardoor waarschijnlijk ook wat meer benaderbaar zijn dan ook. Niet in het Nederlands in principe eigenlijk wel heel erg gastvrij zijn. Nou ja, wel. That's naar good. Toeristen toe, zeg maar. Ja, ik ben het nu een dag of twee aan het doen. En mensen staan best wel open om een gesprek aan te gaan. Dus ik denk als je mensen aanspreekt, dan is het best wel open eigenlijk. Andere mooie dingen in Nederland zijn, is ik denk wel de seizoenen. Seasons. Seizoenen? Ja. Oh, oké, ik vind deze winter niet zo mooi eerlijk gezegd. Never heard this one before. Okay. Met de lampjes in de kou en als het droog is, is het wel fijn denk ik. Wat zeg je? Zo met de lampjes en de lichtjes in december, ja, dat is wel gezellig. Dat is wel mooi inderdaad, ja. Soms als het een beetje schemerig wordt met die lampjes, ja, dat kan best wel mooi zijn. Gezellig. Dat looked like a beautiful place though. I've never been, but... Ja, dat is best wel mooi, best wel mooie stad inderdaad. Ja, absoluut. Ja. Ik heb een vriend die woont in Finland dan en ik dacht van, als ik het dan met Finland vergelijk, dan is het best wel heel mooi karakteristiek. Like unique. Stad. Very unique. Lichtjes, zeker, qua architectuur natuurlijk ook heel erg leuk en inderdaad een mooie binnenstad. Ja, ja, ja. Ik denk dat ze als Nederlander ook gewoon eens wat trots op moeten zijn op ons land. Dat vind ik ook. Het is heel fijn. Ja, fijn. Ja, behalve gisteren en eergisteren en die dag ervoor, want toen regende het de hele tijd. Dat is minder. Ja, we moeten het ook mee doen. Hoort er ook bij en daar kan je niks aan veranderen. Nee. Oké. Okay. Nou, bedankt voor jullie tijd. Ja, graag. Succes. Oké. Wow. Well, honestly, that was a very interesting video. I've never actually been to Netherlands, but it's a country I do want to visit once in my life, you know? It looks very nice. So, yeah. Let me know, guys, your thoughts on this in the comments below. Hope you all enjoyed. And if you did, don't forget to smash the like button, guys. Subscribe to the channel. It truly helps out. And let me know what other reactions you guys would like to see. Thanks for watching and see you on the next video, guys. Peace out.